Dag iedereen en welkom op de vijfde vlog van Studio Digital. Deze week kunnen jullie een glimp opvangen van de eerste sessie in Brugge, waar we werken rond game development. Gezien ik er zelf niet kon bij zijn in Brugge, hebben we aan Jomme Knoren gevraagd om enkele beelden te maken voor ons. Jomme is eigenlijk een leerkracht die wat meer met film wil bezig zijn, dus als jullie fan zijn van hem en meer informatie willen, dan zal ik het e-mailadres beneden in de beschrijving nalaten en dan kunnen jullie hem altijd contacteren. En dan nu over naar Brugge! And I'm 13 years old currently. I live in Sint Kruis currently in Belgium. And it's been one month I've been staying here. Alright. You're interested in both the coding but also like the making. Yeah. Using your imagination. Yeah. And what is your source of imagination? Maybe the world. Yeah. Mm-hmm. Maybe the world. Sometimes sometimes just emotions. Mostly for my smaller brother. I used to have a dream, but currently I'm thinking, because I just moved in here, I have possibilities, I have many options to choose. I really want to get into computer coding. I'm very new to this. I really don't know many stuff. If I can join a workshop, yeah, that's cool. That would be like my first step to learning many stuff. Mm-hmm. Yeah, maybe if I'm perfect at it, I would choose it as a job. Altijd leuk om zo van die gepassioneerde mensen te zien. Goed, dit was het voor deze keer en dan zie ik jullie graag terug volgende keer. Dag!